vandaag 6 juli 2018. En de ringvaartregatta is volop bezig. En ze komen wel mondjesmaat voorbij. Ik sta te wachten op 2 ploegen van die Leijten uit Leiden. Maar ze komen nog niet. De ringvaart is een 100 kilometer race. Dat zijn ze echt vanmorgen bij Azenpost in Leiden begonnen. Ze gaan langs de Kaag, over Aalsmeer naar langs Schiphol. Weer terug langs Warmond, de Zeil. En dan komen ze hier over de Vliet, gaan ze naar Leidschendam. Daar moeten de boten de sluis over. En dan gaan ze nog naar Delft, daar is het eindpunt. Dus de meesten staan wel toch 8 uur of langer aan het roeien. Waarom ik hier sta is natuurlijk voor de 2 ploegen. Maar ik ben een stuur. Dat wil zeggen dat ik meestal een 4 stuur of een 8. En daar zitten 8 mensen in de boot. Er zit iemand te sturen en die heeft ook een microfoon bij zich om alles goed te laten verlopen in de boot. Daar moeten de roeiers ook naar luisteren. En zo gaat het ook met de 4. Die hebben dus dubbele riemen. En er zit ook een cox bij, zo wordt het genoemd, een stuur. En die zorgt dat ze goed onder de bruggen doorkomen. En dat ze allemaal gelijk blijven. En we trainen ook voor wedstrijden. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat zijn we hier vandaag aan het doen? We zijn de ringvaart aan het roeien. En dat is een wedstrijd over 100 kilometer. En dit is het 5e stoppunt uit mijn hoofd. En hier hebben ze 88 kilometer geroeid. En wat is jouw taak vandaag? Ik moet alle boten eruit laten halen. En vertellen dat ze over 35, 45 minuten weer het water op moeten. En wat heb jij zelf met watersport? Ik ben zelf lid van de roeivereniging bij Laga in Delft. En die organiseert ook deze wedstrijd. Wat gebeurt hier precies? Op dit moment wordt er een boot uitgetild door vrijwilligers van Laga. Die tillen de boot eruit omdat de mensen die geroeid hebben zelf veel te moe zijn. Er wordt de boot 100 meter naar de andere kant gebracht omdat de sluis dicht is en niet open gaat voor elke boot die binnenkomt. En dan over 3 kwartier worden de boten door ons weer ingetild. Wat voor deelnemers zien we in deze wedstrijd? Eigenlijk van jong tot oud, dus van studenten tot mensen in de 80, 90 kan ook nog wel. En iedereen die het wil roeien kan gewoon meedoen. Als je afgemaakt hebt, krijg je allemaal sowieso een medaille. En volgens mij is dat eigenlijk de prijs voor iedereen. Er is niet zeg maar 1 grote winnaar van de ringvaart. En welke soorten boten doen er mee? Je hebt boten met 1, 2, 4 of 8 personen. En dat kan met 2 palen zijn of met 1 paal. En 2 palen heet dan skullen en 1 paal heet bordroeien. En dat kan dan nog met of zonder stuur zijn. Mannen, vrouwen, alles door elkaar. Mag allemaal. U heeft er 88 kilometer op zitten. Hoe gaat het met u? Ja, goed. Ik heb wel blaren. Dat is eigenlijk het enige last wat ik heb. Maar verder is het goed. Ja? Ja. En hoe komt u erbij om zoiets te doen? Geen idee. Het is de 8e keer dat ik het doe. Dus ik weet heel goed waar ik aan begin. Okay. Maar het is gewoon leuk. Het is gezellig. Met alle mensen erbij. Ja. Dus, en hoe laat zijn jullie vertrokken vanmorgen? 7 uur. Dus, en het weer is mooi. Dus noordenwind dit keer, dus meer wind mee is wind tegen. Dus dat is wel lekker. En, ja. Ja. En ik zag dat u net een spiegeltje op had. Wat, We hebben geen stuur bij ons. En anders moet ik steeds omkijken. En als zo'n boot 5 meter voor je zit, blijf je omkijken. Want als je in één keer stil gaat liggen, vaar je erop. Als je dan een spiegeltje bij hebt, dan kan je gewoon iedere keer in de gaten houden. Ja. Dus dat scheelt je een hoop omkijken. En hoe gaat het met u? Ja, eigenlijk ook wel goed. Ik vind het warm. Vooral warm. Dus we hebben echt heel veel water en natte doekjes over ons heen gegooid. En goed gedronken. Dus dat vooral. Hoe gaat het? Nou, het is tot nu toe wel erg zwaar. Dus, maar ik ben blij dat we zo aan het laatste stukje beginnen. Ja, want er zit 88 kilometer op nu. Ja, dus nog 12 te gaan. En hoe is het gegaan onderweg? De eerste 50 gingen best wel soepel. Best wel lekker geroeid. Alleen daarna toen kwam er heel veel pleziervaart. En was het alleen maar ontwijken en over de golven heen. Dus dat was wel echt, echt heel zwaar. Dus ik hoop dat we het laatste stukje gewoon een beetje vlak water hebben en door kunnen varen. Ja. Ja. Okay. En qua moeheid? De vermoeidheid is er zeker. En alles doet ook wel pijn. Ja. Ben je getraind, roeister? Ja, maar tot 1,5-2 uur maximaal. Niet voor deze afstanden. Dus, Vroeg vertrokken?
We mochten om 7:10 mochten we starten. Hier zojuist lekker te rekken. Hoe gaat het? Nou, het gaat wel lekker. En doet u dat wel vaker, zulke afstanden roeien? Nou, dit jaar is het de eerste van 100 kilometer, maar we hebben 1,5 week geleden nog 75 gevaren in de Flevopolder, dus dat doen we wel eens vaker, ja. Ja, roeien is wel mijn ding en als ik dan toch roei, dan vind ik lange afstanden vind ik wel leuk. En dat, voor korte afstanden moet je zo hard trainen, daar heb ik nooit zoveel tijd voor. En dit soort dingen, nou ja, dat kost je een paar weekenden en dan is het goed. Dus dat, Hoe ging het tot nu toe, 88 kilometer? Nou, soepel. Dus het loopt lekker. Dus, geen rare dingen gebeurd? Nee, eigenlijk niet. Nee, het gaat gewoon en het is niks bijzonders. Dus lekker in, de ploeg inhalen. We zijn laat begonnen en nu al hier, dus het gaat goed. Ik wil geen laatste worden, dat is het enige te streven wat ik heb. En ik ben er redelijk van overtuigd dat dat niet lukt. Ja, want u zegt voor lange afstanden hoef je minder te trainen. Hoe zit dat? Nou ja, je moet er ook wel voor trainen, maar het is anders. Het is gewoon kilometers maken. En de korte baanwedstrijden waar alle topploegen gaan. Ja, dan moet je 8, 9, 10 keer per week in de boot zitten en daarna nog eens landtrainingen. Daar heb ik helemaal geen tijd voor. Dat begin ik niet aan. Ik ben meer een duursporter. Een diesel die je aanzet en die gaat lekker lang door. En dat ligt mij meer. Dus dat, Doe je dat bij een vereniging? Uiteraard, anders. Maar wij roeien in Utrecht bij Viking. En dat. Volgens mij gaat er een ploeg weg. En hoe gaat het? Ja, goed. Ja. En jullie zijn getrainde roeisters? Ja, op zich wel, denk ik. Maar vooral van een tijdje geleden. De afgelopen jaar hebben we wel 2 keer in de week getraind, maar niet zoveel als we vroeger deden. Okay. En wat is dan weer het zwaarst als je dan weer begint? Nou, deze race is wel echt het zitvlees, zeg maar. Gewoon heel lang volhouden, dat maakt het wel het allerzwaarst. Jullie zitten met 5 in een roeiboot en is de kracht dan ook verdeeld door 5? Ja, nou ja, sommige mensen die gaan met deze wedstrijd, gaan ze echt voor de winst, voor de tijdrace. En dan mag je ook niet doorwisselen, maar wat wij hebben gedaan is echt doorwisselen. Dus uiteindelijk hebben we allemaal 82 kilometer geroeid. Dus dan is het ook nog wel iets beter te doen en dan is het meer een tour. Dus dan kun je ook nog wel even je rust pakken af en toe. Ja. Dus het was leuk om te doen. Zijn jullie van een roeivereniging? Ja, we hebben met z'n 5 hebben we ooit bij Okenos geroeid. En nu zijn we lid bij de Amstel in Amsterdam. Dus we zijn overgestapt naar een burgervereniging. En Caitlin is bij ons aangesloten voor deze wedstrijd. Dus jij bent nog wat nieuwer in deze scene. Ja, nou ja, we zijn allemaal van een dispuut van onze ploeg. En zij trainen echt al de hele winter, hebben ze doorgetraind, ook voor onder andere deze wedstrijd. En ik ben nu voor deze wedstrijd even ingestapt. Jullie komen uit Amsterdam, begrijp ik? Ja, klopt. Dit jaar hebben we gekozen echt voor deze. Omdat ze wilden hem eigenlijk vorig jaar al starten, maar toen ging het natuurlijk niet door. Dus moesten we dit jaar wel echt inhalen. En toen hebben we eigenlijk de keuze gemaakt om vooral dit te gaan doen en wat minder de andere. Omdat we dachten, nou, wat meer recreatief roeien en gewoon de weekenden vrij, zeg maar. En wat is er bijzonder aan deze wedstrijd? Dat hij gewoon ontzettend lang is. Dat hij gewoon echt, je moet de hele dag volhouden. En als dat gelukt is, dan is dat wel heel gaaf. Ja, het is de langste roeimarathon van heel Europa zelfs. Dus dat zegt al wat natuurlijk. Ja.